Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Grondenrechten hoog op agenda van de regering. Stichting Sportontwikkeling 4 Kinderen beijvert zich voor bouw sportcentrum. Ministerie van Defensie brengt eerbetoon aan gevallen militairen binnenlands conflict. Milieuactivist Erland Sleur overhandigt declaratie tot behoud Amazone aan de regering. Het grondenrechtenvraagstuk staat hoog op de agenda van de regering Santokki. Zo benadrukte president Chandrika Prasad Santokki op zaterdag 6 augustus 2022 in het inheemse dorp Witsanti. Het staatshoofd is als eregast aanwezig geweest bij de opening van een braderie, sport en cultureel festival die in verband staan met de Dag der Inheemsen op dinsdag 9 augustus aanstaande. Het dorpsbestuur heeft bij deze gelegenheid enkele knelpunten kenbaar gemaakt aan de president. Dat is wat ik nu. En ik dacht, ja, weet Santi, want als strijf zijn niet. Bereid voor, bij mij kwam weer een groep. Je kon altijd een kandidaat of je, met jou vertegenwoordigd voor het district, met jou vertegenwoordiger voor openbare werk, met jou vertegenwoordigd voor LVV, met jou vertegenwoordigd voor sport, met jou vertegenwoordigd voor alle instituten. We gaan bezig zijn vanaf vandaag, met trouwens is een opwarming voor vandaag naar de dag toe, inheemse dag. En dan gaan sporten, dames van Witsanti tegen andere dorpen die gaan komen. Ook heb je een veteran voetbal en sportactiviteit ook wat voetbal betreft. Zijn dorpen die ook hebben afgezegd. En maar we zijn niet teleurgesteld, alles gaat gewoon normaal door. Cultureel een beetje wisselen met elkaar dorpen. Arawakse dans, sambura, weet je. De Stichting Sportontwikkeling 4 Kinderen zet zich ervoor in een sportcentrum, in het bijzonder een tennisbaan, tot stand te brengen voor de voornoemde woongemeenschap in het district Para. In dit kader heeft de organisatie op zaterdag 6 augustus 2022 een trimloop georganiseerd als fondswervende activiteit. Stichting Sportontwikkeling 4 Kinderen wordt gesteund door internationaal tennistrainer Henk M. Nest. Sharon Rogers vertelt het volgende namens de stichting. Deze trimloop is georganiseerd door de Stichting Sportontwikkeling 4 Kinderen. En het is een stichting die dus is opgericht met het doel om in eerste instantie een tennisbaan op te zetten. We weten dat binnen de meeste plantages er niet echt sportaccommodatie is. En we zijn in 2016 benaderd geworden door de heer Henk M. Nes. Hij is tennistrainer, internationaal tennistrainer. En hij is dus intussen gereligeerd naar Suriname. En hij zegt, ik wil graag een bijdrage leveren. Ik zou graag aan de jongeren de tennissport willen aanleren. Maar om dat te kunnen doen, heb je daar plek voor nodig. Dus we hebben toen grond geïdentificeerd. En dat stukje grond, dat is er. Alleen moet de tennisbaan opgezet worden. En om het te kunnen opzetten, hebben wij dus deze eerste activiteit georganiseerd. Het is eigenlijk een fondsvormende activiteit. Fondsvormende activiteit, maar is er ook gekeken met andere organisaties, NGO's, de overheid, hoe er samengewerkt kan worden? Laat me zeggen dat dit de start is. We hebben dus ter voorbereiding van deze activiteit hebben we donaties aangevraagd en we hebben verschillende bedrijven benaderd. We hebben weliswaar niet van alle bedrijven respons gekregen, maar ik vind dat niet eens zo erg, want weet je, vertrouwen moet je opbouwen. Je bent een onbekende organisatie, mensen kennen je niet en je zal moeten tonen dat je betrouwbaar bent. Dus ik ga ervan uit dat deze activiteit en dat vanaf nu we dus gaan werken aan de
bekend aan het promoten van de organisatie. Waardoor mensen weten wie de organisatie is, wie erachter staat en wat het doel is. En met die informatie hopen we dus dat en de overheid en de NGO's en alle belanghebbenden of belangstellenden, dat zij dus ons zullen benaderen om een bijdrage te leveren om dus te komen tot het opzetten van het sportcentrum. Jaarlijks wordt op 8 augustus een plechtigheid gehouden ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen van het binnenlandse conflict. Er is gekozen voor 8 augustus omdat op deze dag in 1992 het vredesakkoord werd bekrachtigd. Het ministerie van Defensie heeft ook dit jaar in samenwerking met de Stichting Reïntegratie Ex-Militairen een bijzonder eerbetoon gebracht aan de gevallen militairen. Dit gebeurde bij het gelijknamige monument aan de Gravenbergstraat. Ja, heel veel gemengde gevoelens. Ik was bij de politie toen de binnenlandse strijd ging. Ik was getrouwd met een militair die ook verwikkeld was, die als militair heeft meegedaan. Dus ja, heel veel angst en onzekerheid heb ik persoonlijk meegemaakt. Maar ook collega's, politieambtenaren, die zijn overleden ook in die binnenlandse strijd. Dus ja, gaat heel veel in me om. Maar ik focus me op de toekomst. En dat is dat we dit in elk geval moeten blijven herdenken. Om daar te bezinnen en ook samen te zijn met de mensen die hun leven helaas hebben gelaten in die strijd. En dat we ze niet in de steek hebben gelaten, maar dat zij voor ons inspiratie zijn om te zeggen van wat heeft deze strijd gekost en dat we doorgaan eigenlijk. We hebben een aantal trajecten. We hebben de Stichting Reïntegratie Militairen. Daar moeten ze allemaal geregistreerd worden. Ze moeten worden opgevangen. Wat we doen is, we kijken wie geen BASO heeft. Heb ik met de minister van Sociale Zaken gesproken dat ze allemaal een BASO-kaart hebben. Die toestemming hebben we, dat proces hebben we opgestart. We zijn nu bezig een overeenkomst te sluiten met PCS om te kijken van dat we garanties creëren voor de begeleiding van de militairen, want daarvoor gebeurde het met bestelbonnen en we hebben achterstand overgenomen van betalingen. Dus nu gaan we gewoon een aparte overeenkomst maken dat dat gegarandeerd is. We zijn bezig te kijken met Nederland of we nieuwe militairen kunnen trainen om eigenlijk als zeg maar professional te kijken hoe ze een collega of een ex-collega kunnen opvangen en hoe ze de eerste opvang en begeleiding kunnen geven. En dan verder voor professionele begeleiding verwijzen ook naar een psycholoog en psychiater. Wat we verder zijn is die toelagen. We hebben het aangepast naar 1300. We zijn inmiddels ook bezig met voorstellen om het verder aan te passen. We zijn verder bezig te kijken van mensen helpen aan een baan. Ik dacht vorig jaar hebben we ongeveer 13 mensen geholpen aan een baan. Dit jaar kijken we hoeveel we aan een baan kunnen helpen. Net was één bij mij om te vragen van minister kan ik niet werken. Dus we kijken ook naar mogelijkheden hoe we op arbeidsovereenkomst of securitywerk kunnen laten doen. Zodat zij eigenlijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat zijn de dingen die we doen voor de militairen. We ondersteunen ze ook wel af en toe met een hapje en een drankje, met iets wat zij organiseren. Daar kijken we. We hebben met arbeid gesproken voor vakopleidingen. Dus corona had dat tegengehouden, maar nu zijn we bezig te kijken hoe we dat kunnen oppakken. Dus vakopleidingen, dat zijn de manieren waarop we dat doen. De FOSPA, een netwerk van onder meer inheemse groepen en milieuorganisaties, heeft eind vorige maand in Belém, Brazilië, een declaratie opgesteld die het behoud van de Amazone uitroept. De Surinaamse milieuactivist
Erland Sleur, heeft het initiatief genomen een exemplaar van dit document aan de Surinaamse regering te overhandigen. Dit moment vond plaats op maandag 8 augustus 2022 bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Kijkt u mee. We waarderen het ook dat u ervaringen met ons deelt, omdat wij het milieubeleid over het algemeen, en we herhalen het steeds, om te zeggen dat het beleid, het is te complex en te groot en te veel om alleen aan de overheid over te laten. We hebben iedereen nodig en als er één beleidsgebied is, waar we allemaal dezelfde richting moeten opkijken, dan is het wel milieu. We hebben geen keus. Milieu is wat mij betreft het enige beleidsgebied waar er geen ruimte is voor politieke spelletjes, maar waar we ons moeten houden aan de committeringen van de wereld en de committeringen die wij zelf aan ons opleggen. Milieubeleid heeft geen grenzen. Het houdt in van dat wij ons grote zorgen maken over de Amazone. Ik heb onlangs deelgenomen aan een grote conferentie in Belém van alle Amazonelanden. En VOSPA Suriname was met mij als coördinator vertegenwoordigd met weliswaar een kleine delegatie van 4 personen. Maar we waren aanwezig, we hebben meegedaan aan de protestmars, want er zijn grote bedreigingen voor de Amazone van ontbossing, bedreigen van de mensen die daar wonen, het vermoorden van de mensen die daar wonen, het verdrijven van de mensen die daar wonen en het vernietigen van de biodiversiteit voor het gewin van bedrijven, mensen die daar gewoon landjepik spelen en ook voor de sojaproductie, goudwinning, vervuilen van de rivieren. Dus het is een en al, als je het goed bekijkt, is het ellende wat in de Amazone nu plaatsvindt. En we horen vaak op de radio en televisie van dat er weer mensen zijn vermoord. Veelal inheemse leiders die zich inzetten voor de strijd om voor behoud van de Amazone, van hun gebied, voor de bossen, voor de dieren, maar ook vooral hun gezondheid. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.